Poen haalde het ongewenste de vooravond van de buis omdat het niet urgent genoeg was en nu gaan ze op hetzelfde tijdstip een talkshow uitzenden die niet eens live op televisie komt. De nieuwe talkshow van Nadia Mohsen blijkt namelijk vooraf te worden opgenomen, om geld te besparen slechts 2 op een dag. Het is ongelooflijk, zegt Angela de Jong in haar AdMedia podcast. Ik begrijp dat het een soort Sonja Barendt-achtige, Oprah Winfrey-achtige opzet moet krijgen met heel veel mensen en heel veel meningen. Het wordt ook niet live en dat vind ik eigenlijk het meest schokkende voor dat tijdstip. Collega Dennis Jansen, mediajournalist van de krant, vult aan, 2 uitzendingen op een dag worden er opgenomen, heb ik begrepen. Angela vindt het onbestaanbaar. Ja, dan heb je er dus in 5 dagen 10 afleveringen op staan. Dan kun je dus ook op 1 blijven presenteren, want ik begreep dat ze dat ook blijft doen. Ik vind het nogal een aparte keuze van de publieke omroep. Ze vindt het een gigantisch jammisser. Je wilt toch vooral iets zien wat heel erg live is daar? Gewoon het live gesprek van de dag. Als je toch iets doet wat niet live is, geef me dan maar een huis vol, denk ik altijd. Dennis wil het wel een kans geven. Ze kunnen wel wat proberen. Er zijn zoveel talkshows. Angela heeft dat gevoel minder. Ja, maar lieve televisie blijft toch een stuk spannender om naar te kijken dan als je weet dat alle foutjes en uis en aas er sowieso uitgeknipt zijn. Wat vindt Tinaan Eikamp er eigenlijk van? Hetzelfde. Oei. Dat is slecht voor de kijkcijfers, want minder actueel en daardoor veel minder dwingend. Ze besluit, hopelijk wordt het ook geen Lagerhuis of Rondom 10/Hollandse Zaken-achtig programma. Dan kan het kijkcijfertechnisch nog wel eens heel erg lastig gaan worden om 19 uur.